Spoorlijn Arnhem-Tiel. Een spoorlijn met een hele lange historie. Inmiddels bestaat hij dus 125 jaar. En wij hebben de heer Daan Viergever gevraagd om daar ons van alles over te vertellen. Meneer Viergever, welkom. U zegt maar Daan, dat is makkelijker. En zo kent men mij hier in de streek, dankjewel. Ja, wij uit hobbyisme weet ik wel het een en ander over deze lijn. En wij zullen pogen daar wat zinnige dingen over te melden vandaag op onze reis van Elst naar Tiel. Het fluitje klinkt, mijn trein zet zich in beweging. Waar begint de lijn? De lijn begint eigenlijk in Dordrecht en loopt naar, was gepland naar Nijmegen toe. En het sluit bij de Vork aan op de lijn Arnhem-Nijmegen die al bestond toen de Betuwe spoorlijn werd aangelegd. Bij de Vork liep de Betuwe route rechtdoor in de richting Ressen-Bemmel. En daar was een soort vissenbek aansluiting waardoor je ook linksaf kon slaan in de richting Elst en Arnhem. En daar was dan ook gelegenheid tot overstappen. Want de meeste, althans personentreinen, liepen door in de richting Nijmegen. Wilde men naar Arnhem, dan stapte je in die tijd in de Vork over. Maar dat is gebleven tot eind jaren 20 en daarna is die functie door Ressen-Bemmel overgenomen. Ja, wel, en wij rijden dus nu van de Vork af in westelijke richting en zijn inmiddels de plaats gepasseerd waar voorheen het station Valburg lag. Dat is in de eind jaren 30 opgeheven bij een sanering van de stations en het stationsgebouw is in de Tweede Wereldoorlog afgebrand. De lijn is aangelegd in drie gedeelten. Wij vieren nu het 125 jaar jubileum van het traject De Vork-Geldermalsen. Wel tegenwoordig meestal wordt gezegd tot Tiel, maar dat heeft met exploitatie te maken. De volgende fase was een stuk tot Gorinchem en het laatste stuk tot Dordrecht was in 1885 gereed. Ik meen 31 oktober is de officiële opening geweest met een openingsrit van Geldermalsen naar Elst. En waar dus allerlei genodigden bij waren. De burgemeesters instapten in Tiel en in alle gemeentes die men passeerde tot in Elst toe. Maar het centrum van de feestelijkheden was in Tiel. En het volgende station wat wij gaan naderen is Zette-Andelst. Hier vertrok de trein. Hier op dit perron. Ja, dit is een station Zette-Andelst, een van de stations van de Betuwe-lijn. En het merkwaardige is toen de lijn startte in 1882, dit zetten helemaal niet in het programma voorkwam. De eerste twee jaar stopte hier geen trein. Toen is er op, dat is merkwaardig, want Zetten had al vanaf 1848 de Helderingstichtingen. Van 1864 af een gymnasium en een kweekschool, wat men tegenwoordig pedagogische academie noemt. Maar de treinen reden hier voorbij. En toen is men toch gaan vragen uit de bevolking om een halteplaats te creëren en dat was toen een zogenaamde stopplaats, alleen die lag aan gene zijde daar vlak bij de overweg en daar was een klein gebouwtje bij en daar kon men op de trein stappen. Men sprak toen ook niet van station Zetten, maar van het halt. En het stationsgebouw wat u hier achter ons ziet, dat is pas in 1898 gebouwd. Het gebouw is aardig bewaard gebleven. Het is wel ooit wat gerenoveerd en dus enkele oude elementen zijn er weg. Maar de wachtpost nummer 11 die daar staat, die is dus, dat is een gemeentelijk monument. En daar staat, dat is eigenlijk in de hele oude stijl nog aanwezig. In die zin is er nog wat historie te vinden. Maar de seinen zijn modern. Dat is allemaal een lichtstelsel wat in 1983 is ingevoerd. Vroeger had je die armseinen die vanuit het station bediend werden. Maar dat is allemaal voorbij en de stations zijn onbemand. En met een automaat kun je een kaartje kopen nog. Maar die wachtpost, wat gebeurde daar precies? Nou, dat was aanvankelijk dus een post waar de overweg bediend werd. In die allereerste fase. Later gebeurde dat met een draaimechanisme hier op het perron. Toen de treindienst bediend werd vanuit een post die hier in dat station zat. Maar dat was, en later was die wacht, het was dus een overweg. Wachteres vaak. Het was vaak zo dat de heer des huizes bij het spoor werkte aan het baanonderhoud en dat mevrouw de bomen bediende als een wachteres. En dat heeft hier ook zo gefunctioneerd. Er heeft ooit een familie met ik weet
weet niet hoeveel kinderen in dat kleine huisje gewoond. Ik dacht familie Drent met 8 kinderen. Waarvan er later ook heel veel bij het spoor zijn gaan werken. Want dat was bij het spoor ook wel zo dat mensen vaak dat families waren die bij de spoorwegen werkten. Maar dat huisje was dus, ja, we noemden dat een wachtpost. En eigenlijk was bij elke overweg zo'n wachtpost aanwezig. En nu zijn de meeste zijn gesloopt. Bij Hemmen-Dodewaard staat er nog één. Maar er stonden bij elke post, ongeveer om de kilometer was er wel zo'n overweg met een wachtpost. Maar dat was dus voornamelijk voor de bediening van de overweg en woning voor stationspersoneel. Maar die dame ging dan gewoon, die hield de tijd in de gaten? Nee, er waren kloks, belsignalen. Dus als er een trein kwam, dan werd uit de trein uit de richting Elst kwam, dan werd die van Valburg afgeseind, zoals dat heet. En dan hoorde je ding-dong, ding-dong van die kloksignalen. En dan wist zij, er komt een trein aan, dan ging ze naar buiten en dan draaide ze die bomen dicht. En ik weet nog wel, toen het hier vanaf het station al gebeurde, dat de stationsbeambte, als er zo'n stoomtrein in de verte aankwam met lampen op, dan zei, als ik de lampen als twee aparte lampen zie, begin ik te draaien aan de bomen. Dat is het zijn om op tijd nog de bomen dicht te hebben. Anders zag je eerst alleen maar zo'n samen die twee koplampen als één bol. Ja, zo werkte dat. En er zat dus hier aan het station waar nu die linkse blauwe deuren zijn, daar kun je nog aan de stenen zien. Daar zat een uitbouw aan van waaruit de treindienst geleid werd. Daar hing ook een letter T aan van treindienstleider. Dus elk station had wachters die de seinen veilig trokken en de trein toestemming gaven verder te rijden naar een volgend station. Tegenwoordig wordt dat allemaal uit een centraal seinhuis geregeld. En het merkwaardige is ook, als er een storing van maar één overweg of één sein is, ligt vaak zo'n heel baanvak buiten dienst. En vroeger kon dat opgevangen worden door machinist een briefje mee te geven. Pas op, die overweg is kapot, langzaam rijden. En dan ging het daarna weer verder. Dus dat is in de wat langzamer tijd, maar ook met meer personeel. Ja, nou, met veel meer personeel, maar uiteraard een veel langzamer tijd en veel minder intens treinverkeer. Dat zou nu, ja, op deze lijn misschien nog wel, maar op de hoofdlijnen is zoiets niet meer mogelijk. Nee. We staan hier voor het veilinggebouw in Zetten. Zetten had van sinds vele jaren een fruitveiling, zoals meerdere plaatsen, Kesteren, Tiel, Elst. En die veilingen hadden spooraansluitingen. Fruit wat hier geteeld werd in de grote omgeving van Zetten en Andelst, dat werd aangevoerd op deze veiling. En in het veilinglokaal wat hierachter nog aanwezig is, verhandeld. In vroegere tijden werd dat fruit allemaal per spoor afgevoerd. En daar kwam dus elke avond een goederentrein door de Betuwe die op de station waar een veiling was, de fruitwagens kwam ophalen en er weer lege wagens neerzetten. Daartoe was aftakkend hier van het hoofdspoor een zijspoor gelegd wat hier langs de veiling opliep, waar dus wagens neergezet konden worden. 'S Avonds stond dit hele plein vol met aanvoerwagens, paardenwagens waar de agrariërs hun fruit mee aanvoerden. Ook wel mensen met een fietskarretje achter de fiets en een bakfiets, stond helemaal stikvol. En dan kwam die goederentrein, die kwam dat fruit halen. En als je dan de overweg over moest, moest je vaak een hele tijd wachten tot die trein uitgerangeerd was voor je weer verder kon. Maar die veiling heeft wel degelijk bijgedragen aan het belang van de spoorlijn. En de spoorlijn aan het belang van de veiling. Daar denk ik dat daar een duidelijke wisselwerking tussen was. Heeft u enig idee hoeveel reizigers er in die tijd waren? Nee, daar heb ik eerlijk zo in mijn hoofd geen cijfers van. Niet veel. En je moet ook denken aan omstreeks 5 stoptreinen per dag in de relatie Dordrecht-Nijmegen. Maar er reden wel diverse internationale treinen. Want de spoorlijn was ook bedoeld als een internationale lijn. De gedachte was, er was een bootdienst van Ramsgate naar Dordrecht. En als er dan een spooraansluiting zou zijn in Dordrecht, zou dat een prachtverbinding zijn via Nijmegen naar Keulen. Dat was het internationale uitgangspunt van die lijn. En daar kwam dan bij het lokale belang natuurlijk voor vervoer hier, maar de Betuwenaar is niet direct een erge reiziger, dus en op een gegeven moment dacht men zelfs dat die Betuwelijn het ook helemaal niet zo lang vol zou houden. In 1935 is er, toen bij het 50 jaar bestaan, schreef een kopstuk van de Nederlandse spoorwegen meester dokter Jonkers Nieboer dat de lijn waarschijnlijk wel de 50 jaar bestaan viert, maar de 100 niet zou halen. Maar we vieren nu de 125, dus het is allemaal nog een beetje meegevallen. En de goederendiensten die er vroeger waren, dat is niet meer, er is nu een nieuwe lijn noodzakelijk voor gebleken, zegt men. En dat zal dus moeten blijken in de loop der tijden, ja. Station.
fraai stationsgebouw, Hemmen Dodewaard, dateert uit 1882 van de oprichting van de lijn. En er was een precies hetzelfde gebouw in één aanbesteding ooit gebouwd in Valburg. Maar dat is in de oorlog helaas verwoest door brand, door onvoorzichtigheid met vuur, door geallieerde militairen, meen ik te weten. Want het is een monumentaal gebouw. Destijds gebouwd, voor zover ik weet, 2 stations voor 50.000 samen, guldens dus. Dat zijn prijzen waar we nu alleen maar om kunnen glimlachen, met enige weemoed. Hemmen, dat is, het is op een gegeven moment ook een wat rustiger stopplaats geworden, maar het bestaat nog steeds. En het stationsgebouw, dat is ook een monument. En voor zover ik nu weet, in bezit van het Lindense Fonds voor Kerk en Zending te Hemmen, die in Hemmen allerlei bezittingen hebben rondom het wat ooit het kasteel van Hemmen was. Ja, dat is nog een origineel MBZ. De andere stad ook niet merkwaardig is namelijk dat die wachthuisjes qua architectuur de lijn van Amersfoort naar Nijmegen volgen tot Kesteren. En vanaf Kesteren krijg je een heel ander type wachthuisjes. Van Kesteren tot Dordt is een andere soort wachtpost. Ja. Op Heusden komt nu, en dat is altijd een halte geweest die vroeger halte Dalwagen heette. Die kwam op naam op Heusden, kwam aanvankelijk niet in de spoorboekjes voor. Er waren trouwens allerlei stopplaatsen ook die nu al lang niet meer zijn. Bij de schaapsdrift daar tussen Kesteren en Echtelt in. En daar stopte men dan op verzoek. Je zei dat tegen de conducteur, zeggen de boekjes, want ik heb dat in mijn tijd ook niet meer beleefd. Er staan nog een aantal woningen hier die, dacht ik, noodwoningen zijn van na de Tweede Wereldoorlog, waar spoorwegpersoneel woonde. Maar die, bij Elst stonden dezelfde type en die zijn al grotendeels afgebroken. Want op Heusden is een bekend, zoals u weet, een bekend laanboomcentrum, ook al in vroegere jaren. En heel wat bumkes uit op Heusden weer met spoor vervoerd. Het herinneringsboek van de gemeente Kesteren heet dan ook niet voor niks Bumkes on het spoor. Hallo, hoe heet jij? Emma. En zit je vaak in deze trein? Nee, dit is de eerste keer. En waarom gingen we in Hoofdstraat met Tiel? Om een ijsje te eten. Ah, dat is bijzonder. Ik zeg, ja. Maar ja, tegenwoordig, ze zitten toch altijd in de auto. Begin jaren dat meer de welgestelde klassen waren die reisden. Want de gewone burger reisde ter nauwe nood. En als hij al reisde, ging dat veelal te voet. En in een later stadium met de fiets en zo. Dus men had vaak gewoon het geld niet om. En men ging ook niet op vakantie. Hè. Ik herinner me uit mijn kinderjaren, maar dan praten we al van veel later, uit de bezettingsjaren, dat wij zo eens in het jaar met de trein een keer naar familie in Amersfoort gingen. En dat was dan al een hele reis. We gingen ook wel eens met de trein naar het dierenpark in Rhenen. Want daar kon toen nog van die voorlijn van Kester af, die tot 1944 bestaan. Juist, Kesteren, dat was vroeger het splitstation of het samenkomststation van de lijn die van de Vork af richting Dordrecht liep, dus de Betuwelijn, en de lijn die hier aftakte in de richting Amersfoort. En we kunnen dat hier nog goed zien, dat dit station eigenlijk ligt tussen de twee lijnen. De lijn splitste daar af en liep hier langs omhoog in de richting Amersfoort. Er is na de oorlog een verkeersweg op komen te liggen, omdat de brug bij Rhenen in de oorlog verwoest is en die lijn is nooit meer gereactiveerd.
Maar Kesteren was dus een overstapstation. En in de oorlogsjaren herinner ik me nog wel dat veel mensen uit de grote steden hier naar de Betuwe kwamen. Zeker die laatste zomer om fruit in te kopen en zo. Omdat men er geen, wat niks meer, althans minder voedsel kreeg. En hier kon je het fruit in de boomgaarden nog halen. Er is het stationsgebouw stond er na de oorlog nog gedeeltelijk. En wat er nu nog van over is, is dus in gebruik bij de historische kring. Maar de splitsing is niet meer, want deze spoorlijn Amersfoort is dus verleden tijd. Ja. Maar hier zie je dus inderdaad nog wat rails van dat emplacement. En in vroege dagen heeft er nog een groot emplacement ook daarnaast gelegen. Het Kesteren was echt een heel groot station met een locomotiefdepot. Want het is zelfs in de eerste 10 jaar van het bestaan kwamen de treinen van de treinen die van Amersfoort kwamen en naar Nijmegen door zouden rijden, die moesten in Kesteren van locomotief wisselen, want men stond niet toe die maatschappijen onder elkaar. De lijn naar Nijmegen was dus de staatsspoorlijn en van Amersfoort kwam de Hollandse spoorwegmaatschappij en van elkaars bedrijven mochten die locomotieven niet op één lijn rijden. Dus direct zo'n wachtpost van een ander type, maar dat gaat te snel om hem te filmen, neem ik aan. Die is van hier, waar de heer Van der Hatert woont, een oud spoorman. Die woont hier in post 25 in Echteld en die passeren wij bijna hier nu. Ja, bijna nu. Nu, juist. Juist, echt een stationnetje Echteld passeren wij nu. Maar dat waren vroeger allemaal stopplaatsen. En op een gegeven moment in 1937 is dat gesaneerd tot een veel minder stopplaatsen. En toen werden deze dorpen bediend door autobusdiensten. En dat en vaak veel frequenter dan de trein dat deed, met een keer of 4, 5, 6 stoppen per dag. En Sintes die verricht dus de dienst Arnhem-Tiel, vice versa, met deze zeer comfortabele treinen in een uurdienst. En in de spitsuren, zowel in de morgen als in de avondspits, wordt er 3 uur lang een half uur dienst gereden. Dus dat is eigenlijk best een zeer acceptabele dienst. Te weten dat volgend jaar weer een aanbesteding komt en ben benieuwd of dat Sintestad weer wint. Wat mij betreft mogen ze doorrijden. Al was het alleen maar om de prachtige vrije reiskaarten die we gekregen hebben. Sintes, dankjewel Sintes. Een van de grotere stations langs de lijn is het station Tiel, waar dus vroeger ook veel goederen en personenvervoer was. Het heeft er ooit nog op geleken dat het mogelijkerwijs een lijn zou, een kruispunt van spoorlijnen zou worden, maar dat is nooit doorgegaan. De lijn van Utrecht naar Den Bosch die loopt via Geldermalsen. Maar dat Tiel, dat is inderdaad een flink station altijd geweest. De goederenloods die vroeger bij Tiel stond, die is overgebracht naar het Openluchtmuseum, dat is misschien bekend. En in delen met trailers naar Arnhem gebracht en daar opgebouwd. Dus allerlei pakjes, koffers, dozen, dat ging via Van Gent en Loos, maar met het spoor. En dat werd in de goederenloods aangevoerd, gesorteerd en in diverse wagens geladen. In het Openluchtmuseum wordt dat keurig naverteld. Hallo, en waar staan we hier? U staat hier bij Buitensporig, Biologische Eethuis. En vind je het zelf leuk om met de trein te reizen? Ja, want van Tiel naar Arnhem, daar gaat mijn huisnood mee. Die zit dan gelijk in de richting. Ja, alles wat over rails rijdt, dat heeft mijn belangstelling. Dat is heel goed te merken. You're welcome, my lady. Die er al die jaren hebben gereden, kunt u daar iets over vertellen? Ik zal een poging doen. Aanvankelijk uiteraard stoomtreinen die gereden werden eerst met wat lichtere treinen. De lichtere locomotieven, later ook de grotere. De roemruchte serie 3700, waar er nog eentje van bewaard is, reed hier 2100. Maar op een gegeven moment na de Tweede Wereldoorlog, dan komt de ontstoming in Nederland op gang. En in de winter 50-51 zagen we voor het eerst een dieseltreintjes op de Betuwelijn. Afwisselend met de stoomtreinen. Dat had toen meer te maken met kolenschaarste, moet ik zeggen. En dan komt de grote ontstoming op gang midden jaren 50. En vanaf 1955 rijden er dieseltreinen op de Betuwelijn. En toen kwam dus het type Blauwe Engel wat de stoomtreinen verdreef. Handige treintjes waarvan de motoren, dat waren een soort autobusmotoren, onder de wagen
vloer lagen. Heftig brommend reden die hun trajecten van Geldermalsen naar Tiel en verder door naar Nijmegen of Arnhem. Daarna kwamen er wat andere types treinen, ook weer nog weer modernere dieseltreinen. De treinen van het type bij de spoorwegen bekend als Plan U, dat waren hele moderne driewagentreinen waarvan de deuren zelfs met een drukknop automatisch bediend konden worden. Intussentijd reed er ook nog wel eens een heel oud type trein, de Diesel 5. Dat was een heel merkwaardig verhaal. Dat waren treinen die eigenlijk in 1940 gebouwd waren voor een soort intercity dienst, maar nooit geworden zijn door de oorlog en daarna op secundaire lijnen reden. Dat waren hele grote, zware treinen die hier ook hun laatste levensjaren sleten. En dan neemt Plan U het weer over. En dan op een gegeven moment gaat men die blauwe engelen, die komen aan het eind van hun Latijn. Daar wordt er een stel van gemoderniseerd en ook die krijgen ook de gele huisstijlkleur. En nieuwe motoren en nieuwe koelingen en nieuwe banken erin. En die hebben dan een aantal jaren weer gereden tot die in de loop van de jaren 90 door NS vervangen werden door het zogenaamde DM90 materieel. En dat was een heel nieuw type dieseltrein door NS nog besteld. En dat nu nog bestaat. En Sintes die rijdt, ik gemeen in Lies, maar dat weet ik niet precies. Sintes heeft een aantal van die treinen waar wij vanmorgen in reisden. En dat is dus het nieuwste type dieseltrein. Dieselhydraulisch materieel moet ik technisch zeggen. En die vervullen nu de dienst. Soms aangevuld met zogenaamde lintreintjes, een soort light railway. Die ook de lijn Arnhem-Winterswijk bedienen. Peter Warres. Sintes machinist op de lijn Tiel aan hem. Achteruit, achteruit.